Is de agenda nu met elkaar vastgesteld? En gaan wij nu naar agenda punt 8. Dat zijn de insprekers. We hebben een heel rijtje insprekers die allemaal 3 minuten de tijd krijgen. Ik zal ze één voor één naar voren roepen en ook tijdig aangeven als hun spreektijd voorbij is. De eerste die komt inspreken is de heer Hendriksen. Is die aanwezig? Meneer Hendriksen, u mag plaatsnemen bij het inspreekgestoelte. En meneer Hendriksen zal inspreken over jodenhaat en Israëlhaat op de Dam namens Dutch Support for Israel. En na die Hendriksen is de heer S. Jacobs aan de beurt. Ja, het lampje brandt, dus kun je horen. Welkom meneer Hendriksen en u krijgt 3 minuten tijd voor uw verhaal. Gaat uw gang. Ja, het is leuk om hier te zijn, een nieuwe setting. Vorig jaar zaten we allemaal boven. Even wennen. Maar ter zake, in ons Amsterdam zijn 60.000 burgers van Joodse komaf uit hun huizen gehaald, bijeengedreven, gedeporteerd, gekrepeerd en vermoord volgens een vooropgezet, listig uitgewerkt plan. Ambtenaren van ons Amsterdam werkten daar passief en actief aan mee. Een plaquette aan de gevel van het gebouw van de GGD aan het Weesperplein nummer 3 herinnert hieraan. Hierop staat te lezen: uit dit gebouw, destijds de Joodse invaliden, werden op 1 maart 1943 de bewoners door de vijand weggevoerd. Mede uit het ijzer van hun ketenen werd de staat Israël gesmeed. Op 4 mei staan wij allen 2 minuten stil bij de oorzaken, vormgeving en uitvoering van deze industriële genocide en het gruwelijk lijden dat de Joodse gemeenschap is aangedaan. Wij herdenken omdat we willen leren van die tragische fouten uit het verleden. Op 9 november komen velen bijeen om de Kristallnacht te herdenken, de massavernietiging van honderden synagogen en talloze winkels van Joodse eigenaren en de moord op honderden Joden nu 80 jaar geleden. En nu is dat sentiment teruggekeerd in ons Amsterdam, op de Dam, naast het Nationaal Monument, met uw goedkeuring. Het maakt mij, het raakt mij en het maakt me boos dat uitgerekend op de Dam, met grote regelmaat, nee, met een vaste wekelijkse routine, mensen op de Dam de boodschap verkondigen dat de Joodse staat moet verdwijnen. Israël, dat de wereld zoveel goeds heeft gebracht, wordt gedemoniseerd, vergeleken met een kakkerlak, vergeleken met Nazi-Duitsland. Welke zieke, duistere ziel bedenkt zoiets walgelijks? Het raakt mij en het maakt mij boos dat uitgerekend op de Dam Joden opnieuw bespuugd worden, dat Joden kopstoten krijgen en getrapt worden omdat ze Jood zijn, dat anti-Israël activisten Joden uitschelden voor kankerjoden en roepen: jullie moeten allemaal levend verbrand worden. Shhh. En Hitler had zijn werk af moeten maken, dat afgrijzelijke oorlogsfoto's uit Syrië worden gepresenteerd als zou Israël die gruweldaden hebben begaan. Wat een laster. U heeft nog een halve minuut. Dat aangifte tegen deze gedragingen en uitingen geweigerd worden, of dat agenten ter plekke niet willen luisteren of ingrijpen. Recent werd op de Dam het luidvolume een RIP-nummer afgespeeld waarin zelfmoordaanslagen op Joden worden gerechtvaardigd. Dat is een uiting van steun voor terreur tegen Joden. Deze uitingen en dit gedrag van anti-Israël-activisten op de Dam heeft niets te maken met onze zo hard bevochten vrijheid van meningsuiting. Dit zijn uitingen en gedragingen van haat tegen Joden. Waarom gedoogt u deze uitingen? Waarom gedoogt u dit gedrag? Waarom blijven aangiftes jarenlang in de la liggen? Komt in maart 2018 heeft u het Joods akkoord getekend en de internationale definitie van antisemitisme omarmd. De vergelijking van de staat Israël met Nazi-Duitsland, zoals bijna dagelijks te zien op de Dam, is antisemitisch volgens deze definitie en strafbaar. Waarom gedoogt u haatzaaien tegen Joden op de Dam? Graag overhandig ik u hierbij een petitie. Stop de haat en leugens tegen Israël op de Dam met ruim 3600 handtekeningen. Het is nog niet te laat. Tot de afronding, meneer Hendriksen, want uw tijd is voorbij. U kunt voorkomen dat een nieuwe grauwsluier over ons lieve Amsterdam komt te liggen. Maar dan moet u nu doen wat u in het Joods akkoord zegt. Wees heldhaftig, vastberaden en barmhartig. Dank u wel voor uw komst. U wilt deze aan de commissie aanbieden van de burgemeester?
Dan gaan we nu luisteren naar de volgende inspreker. Dat is de heer S. Jacobs. Die is hier aanwezig. En na de heer S. Jacobs is de heer M. Jacobs aan de beurt. De heer S. Jacobs zal ook spreken op persoonlijke titel over antisemitisme en het Joods akkoord. De heer Jacobs, wederom welkom in deze zaal. Dank u. En als u zover bent, gaat u 3 minuten in. Ik ben zover. Geachte burgemeester, raadscommissie. 2 jaar nu alweer is mijn broer Michael, met ondergetekende in zijn kielzog, onder andere hier bezig u te overtuigen dat de haatzaaicampagnes op de Amsterdamse pleinen, met name voor Joodse voorbijgangers, niet alleen kwetsend, maar vooral ook discriminerend, onrechtmatig en dus voor de wet verboden zijn. Gaat u er eens even heen en zie er dagelijks de spugende en sissende personen met hun oorlogszuchtige vlaggenparade. U weet namelijk mogelijk nog steeds niets van de scheldkanonades naar onschuldige toeristen. U heeft die immer aanwezige invalide activist, onlangs bijvoorbeeld nog, niet soepel uit zijn scootmobiel zien springen om achter een Israëlisch meisje aan te gaan en haar in het gezicht te slaan na haar kritische vraag over een ingetekende kakkerlak op de vlag van haar land. Mogelijk hoorde u voor uw gevoel nog te weinig over het tentoonspreiden van beledigende posters, geschiedvervalsende fotocollages en citaten of het via een luidspreker afspelen van haatliederen. U weet misschien niets van die ingehuurde ordehandhaver die roept dat Joden ratten zijn en dat de Holocaust met haar 6 miljoen slachtoffers een verzinsel is. Of van leuzen als fuck Israël, kankerjoden en andere dood- en verderfuitingen al dan niet in het Arabisch. U leeft dan wel onder een steen, want het tegendeel is waar. En u faciliteert deze misstanden iedere week alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. U roept het op geen enkele wijze een halt toe en slachtoffers van die pleinterreur worden hooguit naar het politiebureau verwezen voor een zinloze aangiftesessie die wegens gebrek aan bewijs uiteindelijk wordt geseponeerd. En de politie zelf? Haar strikte marsorder luidt niet ingrijpen. Zij houdt wel dan juist diegenen aan die op vreedzame wijze tegen deze kwaadaardige uitingen protesteren. Wat zou er toch gebeuren, vraag ik me dan ook af, als ik eens met een spandoek of tekstbord op de Dam ging staan en onacceptabele leuzen zou roepen als homo's, flikker op, of negers zijn zwartwerkers, of willen wij willen toch minder Marokkanen? Al die jaren horen wij van u dat u de materie op de agenda zult zetten, dat u de zaken nader moet bestuderen, dat u niet op de hoogte bent van specifieke situaties, dat u opnieuw een onderzoek moet instellen, dat u op korte termijn een antwoord zult formuleren, et cetera, et cetera. Om dan terug te vallen op die oorverdovende stilte zonder adequate follow-up of reactie. U kent het wel, wij hieven een glas, we deden een plas, pakten ons jas en alles bleef zoals het was. Ik verzoek u nu concreet antwoord te geven op de volgende vragen. Vindt u werkelijk dat antisemitische uitlatingen, zoals u zojuist benoemd, vallen onder de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht? Wanneer stopt u komt het haatzaaien? Afrondingen, meneer Jacobs, ja, uw tijd is bij. Wanneer stopt u het haatzaaien op de pleinen van Amsterdam en hoe gaat u nu op die pleinen daadwerkelijk uiting geven aan het Joods akkoord dat dit jaar door bijna alle fracties werd ondertekend? En ik verwijs graag naar artikel B daarin, waar u actie belooft. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Zijn er vragen aan deze inspreker? Is niet het geval, dan gaan wij snel luisteren naar de volgende inspreker. Dat en wij is deden een plas en pakten ons jas. En na de heer Jacobs is mevrouw Kraut aan de beurt. Maar eerst nog de heer Jacobs. Ook over de stop Israël, anti-Israël haatcampagne op de Dam. Meneer Jacobs, welkom. Dank u wel. En ook uw 3 minuten gaan nu in. Dames en heren. De Joden hebben geen Arabisch of Palestijns land ontvreemd of bezet. Arabisch geldt als een taal en Palestina als een landstreek. Aan het spreken van een taal of het bewonen van een landstreek kunnen geen rechten worden ontleend. Dat uitgerekend het volk van de wet op andermans grondgebied zou zitten, is een leugen ontsproten aan een kwaadaardig brein. Anti-Israël-activisten demonstreren niet, zij demoniseren. Zij zeggen dat de Joden van Israël zich als naties gedragen. Ik heb het op band, als u het wilt horen. Het uiten van zulke gedachten valt niet onder de vrijheid van meningsuiting. Wie zo zou spreken over negers, of voor mijn part over Fransen,
zou een boete krijgen en bij herhaling zelfs gevangenisstraf riskeren. Het tolerante imago van Amsterdam is nep. Deze stad werkte mee aan de onteigening van en moord op ruim 60.000 Joden. Ook al bagatelliseren velen dit misdadige historische feit. Het stadhuis waarin wij nu bijeenkomen staat daar waar zich vroeger de Jodenbuurt bevond. Volgens mij is het geen toeval dat er anti-Israël leuzen klinken op de Dam. En dat een fractieleider en laatst ook de chef van politie naar de wc gaan wanneer een Joodse man daarover komt inspreken. Als een vrouw aangifte wil doen van aanranding, mag ik aannemen dat u haar niet wegstuurt met de woorden: waar maakt u zich druk om, ze hebben alleen maar even in uw borsten geknepen. Ook Joden moet u serieus nemen wanneer zij klagen dat personen met het Fatah-vaandel zwaaien en hun gebouwen aanvallen of hen zelf bedreigen, bespugen, beledigen, duwen of slaan. Dat is een halve minuut, meneer Jacobs. De onruststoker bij het Nationaal Monument op de Dam levert geen kritiek. Hij voert campagne tegen het bestaan van het enige land met een Joodse meerderheid ter wereld. In woord en geschrift vergelijkt hij de bewoners van Israël zelfs met ongedierte. Nogmaals. Wie herhaaldelijk fuck Frankrijk of kanker Fransen zou schreeuwen en met een doorgestreepte vlag opriep tot geweld, kreeg zeker een bekeuring. Het zou leiden tot een diplomatieke rel als u toestond dat agitatoren week in week uit haat en minachting zaaien tegen het bevriende Franse land en volk. Het is schrijnend om te zien dat het bestuur van Amsterdam een afwijkende standaard hanteert aangaande Israël en de Joden. Dat laatste is niet alleen onfatsoenlijk en onwaardig, mevrouw de burgemeester, maar ook volstrekt onwettig. Komt u kunt een einde maken aan deze misstand. Doet u dat alstublieft. Dank u wel. En ik wil u meegeven dat u de commissie aanspreekt en dus niet de burgemeester. Dus ik verzoek u voortaan ook gewoon tot de commissie te richten. U bent te gast bij de gemeenteraad. Ik probeer een goed gast hier te zijn. Ik hoop dat u ook een goed gast wil zijn en ook mensen niet direct gaan aanspreken die zich niet rechtstreeks kunnen verdedigen tijdens deze vergadering. Dank nu voor uw komst. Gaan we nu luisteren naar mevrouw Kraut. Is die aanwezig? Meneer Kraut wordt het dan. Gokken. Namens Krakers Zuideinde, op een persoonlijke titel. Een rondvraag van de heer Van Lammeren namens Partij voor de Dieren. Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk een vraag via, denk ik, de insprekers aan de burgemeester. Ik ben wel eens op zaterdag op de Dam geweest en ik vraag mij af of de burgemeester kan gaan controleren, niet persoonlijk, maar via politie, desnoods politie en burger, wat daar zich nu elke zaterdag afspeelt. Want ik vind de vrijheid van meningsuiting heel ver gaan. Maar we moeten ook voorkomen dat we daar niet overheen gaan. En ik zou graag feiten willen weten en met vanaf een onafhankelijk, omdat we insprekers horen die hier telkens keer terugkomen. Mijn eigen observaties, ik vind dat het daar stevig aan toe gaat. Dus mijn vraag aan de burgemeester is: kunt u ons daarover informeren? Kunt u daar gaan kijken via de politie of wie dan ook? Of persoonlijk mag ook natuurlijk, maar dat is mijn vraag. Burgemeester voor beantwoording. Dank u wel, voorzitter. Wij houden deze situatie heel nauwlettend in de gaten. Het is overigens ook nog aan de orde geweest bij het Joods Akkoord. Daar hebben we het er ook nog over gesproken. Ik heb toen ook gemeld dat het Openbaar Ministerie op dit moment nagaat of er vervolging moet plaatsvinden. Dus er zijn allerlei. Wat betreft de situatie op de Dam. Er zijn een aantal individuen vaak op de Dam aanwezig. Er is een activist die het beleid van Israël verafschuwt en een ander die het beleid van Israël verdedigt. En de eerste een antisemiet vindt. Maar deze individuen zijn in de zin van de wet geen demonstratie. En zo kan ik niet vooraf voorschriften opstellen op basis van de WOM, omdat zolang ze individueel opereren. En dat is de situatie die daaraan de orde is. En bovendien geldt dat ik de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van betoging dien te beschermen. Zonder de inhoud te betrekken, zoals u weet. Laat staan deze te beperken. Dat kan alleen de officier van justitie bepalen en die is daar op dit moment, is die dit aan het nagaan. Voldoende, meneer Van Lammeren, voor nu.